Patrick? Patrick? Hallo, hallo. Goedenavond en welkom. Volgens mij zitten ze ongeveer bij elkaar op schoot. Of hopelijk is het allemaal toch gelukt om met een enige vertraging een plaatsje te vinden. Mijn naam is Katinka Beer, ik ben journalist en vanavond uw moderator. Het is het tweede publieksdebat sinds vorig jaar het onderzoeksprogramma Decolonisatie, Geweld en Oorlog Indonesië 1945-1950 is gestart. Een onderzoek, u weet het, van het NIOT, het KITLV en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Vanavond gaat u horen over de stand van het onderzoek. Het zal gaan over de impact die de oorlog nog altijd heeft hier en in Indonesië. A special welcome to our guest speaker, Bonnie Triana. Welcome. Indonesisch historicus. Zijn bijdrage zal in het Engels zijn. De Nederlandse bijdragen worden zoveel mogelijk vertaald. En er is, yes, this I have to say in English. We have a headset. Most people already have them. But if you don't understand Dutch and you need a headset for the translation, we have a few left. So please come over here. Yes? Oh, okay. Ooh, maybe more than we have. We hebben theater straks voor u. U gaat de verhalen horen van kleinkinderen. Jeffrey Pondaag heeft een bijdrage. En we gaan het hebben over de terminologie. En dat alles doen we in 2 uur. Uiteraard is er ook ruimte voor uw vragen en reactie. Reacties deze avond zal worden gestreamd en is na afloop terug te zien op de website van Pakhuis de Zwijger. En daarnaast zijn er nog filmopnames, zowel van Delta Dua, het theatergezelschap, en een van de kleinkinderen die hier straks in gesprek zal zijn, wordt gefilmd. Als het goed is, heeft u dat gehoord. En als u niet in de film wil, zit u, als het goed is, achter in de zaal. Een beetje na de helft, maar goed. Stel nou dat u echt per se niet in een film wil, meld u zich dan eventjes na afloop bij de filmmakers te herkennen aan hun camera. Dan geef ik heel graag als eerste het woord aan Frank van Vree, directeur van het NIOT. En wens, ja, applaus. Dames en heren, het is op één dag na, precies een jaar geleden, dat we hier ook waren in Pakhuis de Zwijger met een programma dat de kick-off vormde van het onderzoek naar oorlog en geweld in Indonesië in de jaren die volgden op de Japanse bezetting en het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 1945. Een periode die loopt tot 1950. Ik ben echt blij dat u weer in zo grote getale hier bent. Dat het getuigt van de enorme intensiteit waarmee het onderzoek wordt en dit hele onderwerp wordt gevolgd. Op die bijeenkomst vorig jaar hebben we beloofd dat we ons niet zouden terugtrekken tussen de veilige muren van onze studeerkamers om na 4 jaar, de afloop van het project in 2011, met de resultaten naar buiten te treden. Maar om ons geregeld te laten zien in discussies, in fora, in de media en met bijeenkomsten als deze. Want ook al is het onderzoek voorlopig nog in volle gang en al hebben we goed beschouwd nog niet heel veel te melden als het om concrete resultaten gaat, er valt genoeg te bespreken, zoals we vanavond zullen laten zien. Laat ik bij wijze van korte inleiding proberen eerst in kort bestek verslag te doen van wat er het laatste jaar is gedaan en gebeurd. In de eerste plaats is er door de Nederlandse onderzoekers, tegen de 25, waaronder een groot aantal jonge mensen, hard gewerkt in archieven, in bibliotheken, in binnen- en buitenland. Inmiddels zijn alle deelprojecten van start gegaan, behalve het samenvattende werk. Maar niet alleen in Nederland, ook in Indonesië is een groep van rond de 15, ook overwegend jonge historici, inmiddels begonnen met onderzoek naar aspecten van deze geschiedenis. En dan met name in specifieke regio's. Het is van groot belang te benadrukken dat het Indonesische project volstrekt autonoom is. De politieke, maatschappelijke en academische context waarin zij werken
vereist dat zij in volledige vrijheid kunnen opereren. Dat wil niet zeggen dat we niet samenwerken. Zo vonden het afgelopen jaar 2 gemeenschappelijke workshops op UGM in Yogyakarta plaats. En zijn er tussen Nederlandse en Indonesische onderzoekers afspraken gemaakt over de te onderzoeken regio's en onderwerpen en over gezamenlijke bundels. Over een paar jaar. Wij gaan vanavond dan ook niet spreken voor onze Indonesische collega's of in naam van hen, maar wachten net als u allen het moment af dat zij zelf besluiten naar buiten te komen met hun onderzoeksresultaten. We hebben uiteraard het afgelopen jaar niet alleen met onze Indonesische collega's overlegd en gediscussieerd. Integendeel, we hebben onze plannen ook doorgeëxerceerd met de Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie. En we hebben intensief overlegd met de Nederlandse Maatschappelijke Klankbordgroep, waarin grote maatschappelijke koepelorganisaties, waaronder, om maar slechts 2 te noemen, het Indisch Platform en het Veteranenplatform, zijn vertegenwoordigd. En we zijn in discussie gegaan met andere groepen, zoals de Vereniging van Indonesische Studenten in Nederland, met andere betrokkenen in binnen- en buitenland, waaronder onderzoekers wie werk ons programma verder kan helpen, zoals Piet Hagen, die een boek publiceerde over 5 eeuwen koloniale oorlogvoering in Indonesië, een onthullend relaas over het fundamenteel gewelddadige karakter van het systeem van koloniale overheersing. En dan is er uiteraard het project Getuigen en Tijdgenoten, onderdeel van het onderzoeksprogramma, in het kader waarvan inmiddels een serie interviews en panelgesprekken is gevoerd en dat nog steeds oorspronkelijk materiaal, onder andere in de vorm van brieven en foto's, oplevert. Het project Getuigen en Tijdgenoten is inmiddels begonnen zijn activiteiten uit te breiden naar Indonesië. En vanavond zullen we daarvan ook iets te zien krijgen. We praten en overleggen met veel groepen, individuen, instellingen en partijen. En die intensiteit weerspiegelt de enorme belangstelling voor dit onderzoeksprogramma, zoals we ook vanavond zien. Er is eigenlijk maar 1 partij waar we niet mee praten. En dat is de regering. Het klinkt misschien flauw, maar het kan geen kwaad om nogmaals te benadrukken dat dit programma geen onderzoek is in opdracht is. Een opdracht van de regering is. Op basis van het voorstel dat op de website is te vinden, heeft de regering vorig jaar besloten de 3 instituten subsidie toe te kennen voor onderzoek, zonder enige zeggenschap over de loop en de uitkomsten daarvan. Ik herhaal het nog maar eens. Dit is een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat zich tot doel stelt om de dynamiek van de gebeurtenissen tussen 1945 en 1950 en dan vooral de dynamiek van het geweld bloot te leggen in een bredere historische context, bezien vanuit verschillende perspectieven zonder vooropgezette uitkomst of conclusie. De reden om zo uitdrukkelijk stil te staan bij de politieke onafhankelijkheid van het Nederlandse onderzoeksprogramma en de autonomie van het Indonesische project heeft ook te maken met de soms scherpe publieke discussie waarmee dit onderzoeksprogramma is omgeven. De titel van de kick-off vorig jaar, Overbodig of hard nodig, verwees daar al naar. En die discussies zijn sindsdien niet gaan liggen. Dat zullen we vanavond ook zien. Er is het afgelopen jaar veel kritiek uitgeoefend op het onderzoek. Kritiek van verschillende kanten. Kritiek die soms kant nog wel raakte, maar ook kritiek die ons dwong om tot een positiebepaling. Die ons dwong om na te denken over ons taalgebruik en over de vraag waar wij als onderzoekers, als programma, staan. Om die discussie te voeren hebben we de afgelopen jaar een aantal interne studiemiddagen georganiseerd over vragen die ook vanavond aan de orde zullen komen. Te beginnen met volkenrechtelijke en juridische kwesties. Zo zullen we vanavond stilstaan bij de verstrekkende implicaties van de verschillende visies op het begin van de Indonesische onafhankelijkheid, die ik al noemde, 17 augustus 1945, de dag dat de Republiek Indonesië werd uitgeroepen. De officiële dag van de onafhankelijkheid door Nederland bij monden van minister Bot pas in 2005 in politieke en morele zin erkend. Of de zogenaamde overdracht van de soevereiniteit door Nederland aan de Republiek op 27 december 1949. Deze 2 data
staat niet voor een ondubbelzinnig historisch of juridisch onderscheid of een onschuldig theoretisch verschil in perceptie, maar voor radicaal verschillende zienswijzen met verregaande implicaties, onder meer voor de terminologie. Zo is de term politionele acties een uitdrukking van een zuiver koloniale visie, alsof het ging om een oproer dat de kop moest worden ingedrukt. Maar de vraag is of de term decolonisatie niet uit dezelfde zienswijze voortkomt en of we niet, zoals in Indonesië gebruikelijk is, beter kunnen spreken van een koloniale heroveringsoorlog of een vorm van recolonisatie. We komen er vanavond uitgebreid op terug, maar waar het om gaat is dat we ons voornemen om in dit onderzoek verschillende perspectieven te laten spreken, buitengewoon serieus willen nemen en daarbij ook onze eigen blik aan een nadere inspectie willen onderwerpen. Noem het een noodzakelijke decolonisering van de geschiedenis. Maar vaststaat dat we die discussies zullen moeten aangaan om tot een afgewogen en multiperspectivistische geschiedschrijving te komen. Om diezelfde reden is de titel van een van de deelprojecten, Bersiap, gewijzigd in Geweld, Bersiap, Berdaulat, transitie 1945-1946, om uit te drukken dat in die periode, waarin sprake was van een acuut machtsvacuüm, in grote delen van Indonesië uiteenlopende vormen van sociale en politieke strijd en geweld opleidde. En ten tweede dat de Nederlandse ervaringen daarbij niet eenzijdig ons perspectief als onderzoekers dienen te bepalen. Dames en heren, ik hoop dat we vanavond niet alleen duidelijk kunnen maken dat dit een wetenschappelijk onderzoeksprogramma is, maar ook dat wij onderzoekers ons er te degen van bewust zijn dat onze geschiedschrijving, ons project, zich niet voltrekt in het luchtledige, maar in alle opzichten, te beginnen met onze blik en ons taalgebruik, is verstrengeld met de levende wereld, zowel in Indonesië als in Nederland. Ik dank u wel. Dank, Frank van Vrij. I'm going to switch to English for our next guest. We are very happy Bonnie Triana is here with us today. He's an independent historian, editor-in-chief of Majalah Historia, a leading historical magazine in Indonesia, and he was initiator of the Multatuli Museum in Lebak. Please welcome Bonnie Triana. Goedenavond, dames en heren. Sorry, ik kan niet spreken Nederlands, een klein beetje. Let me start my talk tonight by sharing my experience when I was helping the government of Regency of Lebak to establish Multatuli Museum in Rangkas Bitung, which is already open for public since February 18th this year. Several months ago, before the new museum was open, a group of local journalists came to me for an interview. One of them was asking me about the reason why the museum had been given the name of Multatuli. Quote, "He is a Dutch, a colonial master, an infidel white man, or a kafir. Why should we commemorate him? Why don't you use a local historical figure for it instead of Multatuli?" said the journalist to me. I was not taking his question too seriously. I asked him where about he came from. He said he came from a village about 45 kilometers away from Rangkas Bitung, the capital city of Regency of Lebak. I told him that I could give a suggestion to Bupati or mayor to change the museum's name and name it after a local historical figure. I asked him whether he had an idea or not. He answered he did not know anything about the local historical figure. Then I mentioned one name, a famous person during my childhood in Rangkas Bitung, and I'm sure all the children that are born and raised in Rangkas Bitung would know about this person. And I asked him whether he know him or not. He shook his head. Then I said to him, how we can make people from many other places interested to come to the museum if local people like you do not even know anything about the figure that we are going to use for the name of the new museum. He told me that he had not read Max Havelaar yet. Okay.
The establishment of Multatuli Museum became controversial among local people. The government of the Regency of Lebak, the establishment of the Museum Multatuli became controversial among local people. The government of the Regency of Lebak and those who are involved to this project, including me, has been accused of being Antek Belanda or Dutch henchmen. The fifth generation of Adipati Kartanegara, the opponent of Multatuli, was among those people who refused the Multatuli's name was used for the museum. On November 10, 2017, during the commemoration of National Hero Day, a group of students went into the street of Rangkas Bitung protesting against the government and demanding that the name of the museum should be changed. They said, "Why should we glorifying Multatuli, a colonial master? Whatever he did in the past, he will always be the Dutch, our enemy," said one protester. We all know that history never has a single perspective, but in this case, the history has been misunderstood. Max Havelaar is not a mandatory book in school that students have to read. That's why not many people know the context of this historical background. Indeed, Multatuli was not a person who fought against colonialism. He was only a man who wanted to restore justice under a colonial system. But the book he has written was an inspiration for many Indonesian figures, from Kartini to Sukarno. To understand that the colonial system would never have been a success without support from local feudalism. The protesters don't even really care about the museum that bring up the message of anti-colonialism narrative. It is comprised of 7 sections, showing to people chronologically about the origins of colonialism in Indonesia, how the Dutch as the colonial master built the colonial state, how people has been exploited by colonial system, how Indonesians reacted toward colonialism and eventually struggle against the Dutch colonial master to gain the independence. The story that I mentioned above is showing how history of colonialism in Indonesia has been misunderstood simply because of the racism bias. It is deeply rooted in the past colonial era, in which the society has been formed based on races, as regulated in Regulations 1854. According to this regulation, Indonesia society in the past was divided into 3 major groups of races: Europeans, Vreemde Oosterlingen, and Inlanders. Obviously, the experience of being segregated society in the past has contributed to defining who is the real Indonesian and who are the others among of us, the Indonesian. The role of the people who has been perceived as the others among Indonesians remains ignored. For example, the Chinese minority will always be seen the others in society, even though certain Indonesian Chinese figures have played an important role in liberation movement of Indonesia. In 1960, the government prohibited the book written by Pramudia Anantatur. Indonesian Hwakyao, or Indonesian Chinese overseas, that is about the discrimination over the Chinese minority in Indonesia. In 1968, the government also prohibited the book written by historian Slamet Muliana. The book is about the role of Chinese in spreading the Islam to the archipelago. When I was a school student during Suharto era, my history teacher taught me that the struggle to gain Indonesian independence was merely done by Indonesian. But there was no explanation who is exactly the Indonesian. There was no information that among people who struggled against colonialism, there were some people who always seen as the others. This kind of misunderstanding might potentially ignore the fact that the struggle against colonialism was also the struggle to uphold human dignity.
and it involved many people from various backgrounds. It did not matter who they are as long as they were committed to Indonesian independence. One of the others figure that we should not to forget is Ponke Prinsen, born in The Hague, November 21, 1925, as the eldest son of four. His father, Arnold Prinsen, was a painter who worked as an art teacher. His mother, Theresia Prinsen van der Lee, was a decisive socialist woman who looked after her children very strictly. Ponke went to seminary in Weert, Limburg province, where he was educated to be a priest. But somehow he started doubting and became very critical toward religion because of small things that had happened during his school in the seminary. One of the reasons he started doubting the religion was because of the underwear. One day, the director of seminary judged him guilty because he was not wearing the underwear. In his autobiography titled Ponke Prinsen en Kwesi van Kiezen, zijn levensverhaal afgetekend door Joost van Venema, Ponke quote what the director had said to him, quote, "You have to cover your body as good as you can. Nudity is a sin that can be stained to your holiness. Your body belongs to God. It is not merely created by God for your own sexual satisfaction." Instead of feeling guilty of the mistake that he made, Ponke thought of his father, who always painting naked model for the paintings. He thought it would be easier for him to have forgiveness from the God through the confession in front of the priest. But what about his father? Ponke and his brother Kees Prinsen were worried that God would send their father to hell because of those nudity pictures. From that moment, Ponke had grown into a rebellious young man who always fought against anything that he thought oppressed the human dignity. That is also the reason why he really wanted to join the war against the Nazi when Germany had occupied the Netherlands. He never went to the war because the Nazi captured him and sent him to the concentration camp in the Vuch. After the liberation, Ponke joined the Dutch army. He was among thousands of Dutch soldiers when General Hendrik Johan Cruyff spoke about the Dutch military mission to restore the order and security in Indonesia after the war. Ponke thought that there was something wrong with this mission. He said, how can you restore order and security without shooting Indonesians with killer machine? How can Dutch do that when the Netherlands just have been freed from the Nazi occupation? Why are the Dutch doing something that is the same as the Nazis did in occupying free and independent country? In 17 July 1946, he refused his deployment to Indonesia and decided to desert from his service as an army. But was lucky at the beginning, went to France as a free deserter until he came to Belgium, where he was put in jail by the Marsoce. Eventually, he was forced to go to Indonesia, but the deployment would not change his opinion that the Dutch did the same as the Nazi when they occupied the Netherlands. Ponke came to Indonesia in January 1947 and stationed in Bogor. He was motivated to join with the Indonesian side after the violent action committed by the Dutch army. He had seen a girl killed by the Dutch soldier in Bogor and got upset when he saw how the soldier buried the dead body of the girl that was treated even worse than an animal. He also saw how a Dutch soldier shot an Indonesian detainee to death without any reason. In 1948, he was crossing the enemy line and joined with them to fight against the Dutch soldier, his own compatriots. Since he was joining with the Indonesian side, he was no longer a foe of Indonesian, but he became a traitor
of his own compatriot. He lost many things in his life. He lost his Dutch friend, and above of all, he lost his wife, an Indonesian woman who was shot to death by KSD soldier. After the war ended, Pongke decided to start his career as politician. In 1956, he was elected as a member of Indonesian parliament. He became a politician who always very critical toward Sukarno administration and the Indonesian army, which were very dominant at the time. Pongke felt that the Indonesian democracy was in danger. As the result of his critical attitude, he was sent to jail two times. First, he had to stay in prison for 1 year, from 1956 until 1957. Then the army sent him to jail for the second time in 1960. He was released in 1966 after Sukarno was toppled down by Suharto. When Suharto was in power, Pongke did not stop his critical attitude. The first action under Suharto era was when he revealed the communist massacre in Purwodadi, Central Java. He got the information about the mass killing from a local Catholic priest who had a confession from local militia. Mami, the name of that local militia, admitted that he killed around 50 local members of the Indonesian Communist Party only in one night. Pongke came to Purwodadi on February 1969, along with two Dutch journalists, Kees van Kaspel and Henk Kolb. They were both from the Haagse Koran. Pongke broke his own word to give the information exclusively to Dutch media by opening this issue for the public in Indonesia before the Dutch media published it first. This case made Suharto administration in flame. They accused Pongke of being communist sympathizer, which was denied by Pongke. As the impact of the case, Suharto postponed his state visit to Netherlands in 1969 on behalf of the normalization of the relationship between two countries. During Suharto era, Pongke never retreated even one step to keep critical against the abusive power. He always advocated for the people who stand against the Suharto. After he was released from Suharto's jail in 1967, he supported many activists, including the East Timorese Liberation Movement. In 22nd February 2002, he passed away in peace, and many Indonesian activists commemorate him as a human rights defender, a truly freedom fighter. What we can learn from the story of Multatuli and Pongke Prinsen? Colonialism does exist, and it has gripped Indonesia for hundreds of years. No matter how hard the effort to erase the fact about it, it would never be able to change the historical fact that the Dutch colonialism existed in Indonesia. Indonesia gained its independence on August 17, 1945, and during the period of Indonesian Independence War, there have been historical events that we should to know as the lesson for nowadays and the future. By any effort to reveal the historical events from the period of Indonesian Independence War, the use of the term decolonization should be considered. This term has ambiguous problems when it comes to the question who decolonizing who. The Dutch surrendered to Japan on March 1942, and the Japanese occupied Indonesia until they surrendered to Allied forces on August 14, 1945. Indonesian independence proclaimed by Sukarno and Hatta on August 17, 1945. What the Dutch wanted to do is to recolonize Indonesia, to restore the power as they had before the arrival of Japanese in Indonesia. I realized that there are some blank spots in the history of those periods that we should dig into. I'm sure not many people of the younger generation, both in Indonesia and Netherlands, would know about
why many people, including children, women, and elderly, were sent to the internee camp during Japan occupation, and some of them died of starvation and were executed to death. To share these stories to the young generation, it is as important as to share the story of VOC exploitation in Indonesia for the young audience in the Netherlands. So that there will be no commemoration even as the Dutch had in 2002 to glorify VOC as the first multinational company in the world that brought Netherlands to the golden age, denying the fact that VOC has started the colonialism and imperialism in Indonesia. Last but not least, let me read a letter of Sukarno that he sent to a Dutch soldier who guarded him during his exile in Brastagi on December 1948. Geachte Major Hulkerker, sorry, I cannot read the name of the soldier, te Brastagi, en collega's van u uit Medan vraag me, had u de Nederlanders? Ik antwoordde, nee. Mijn antwoord was oprecht. Ik had de Nederlanders niet. Ik had alleen de koloniale verhouding, het imperialisme. Waarom zou ik het Nederlandse volk haten? 95% van het Nederlandse volk even zeer slag over van die koloniale verhouding. Als het Indonesische volk dat nu zijn vrijheid zoekt. Ik droom van een wereld broederschap en vrije volkeren. En vrije Nederland en vrije Indonesië. En hechte vriendschap kan de twee met elkaar verbinden. Het kolonialisme moet weg. Ik sta tegenover de Nederlanders als mens tegenover mens. God schepsel tegenover God schepsel, waar geen gat tussen zich. U hebt mij goed behandeld. Ik dank u daarvoor oprecht. U den officier, maar bovenal u den mens. Mogen u zegenen. Met vriendelijke groet, Sukarno. Thank you. Thank you so much, Ronny Triana. Een bijzonder onderdeel van het onderzoeksprogramma, Frank van Vrij noemde het al, is het project Getuigen en Tijdgenoten. Waarin verhalen en getuigenissen worden verzameld, zowel hier als in Indonesië, van mensen die de periode zelf hebben meegemaakt. Maar niet alleen de verhalen van de betrokkenen zelf zijn van belang, ook de verhalen van hun kleinkinderen. Stephanie Welvaart van Getuigen en Tijdgenoten gaat in gesprek met drie kleinkinderen. Jefta Patikawa, Natasja Santoso en Hanneke Kolen-Kolsters. Geeft u hen een hartelijk applaus. Hi, welcome. We're going to do this in English. We are sitting here as a third generation who are all four somehow linked to the Indonesian Independence War, but all in different ways. So let me first introduce my guests. Let me start with Natasja Santoso in the middle. She is a student of Southeast Asian Studies. And her grandmother experienced the period of 45 to 50 as a young child. She had to flee her hometown with her family to go to Bandung to start a new life. And Natasja recently got more interested in her own family history, as well as in how history is meaningful to Indonesian youth. And then we have Jefta Patikawa. He is a documentary maker, also a writer, and among other things, he is initiator of the project Verloren Banden.
And it's a project in which videotapes that were made by the second generation Moluccans in a community Vase are being digitalized. And it gives us a nice view on everyday life in this community. And then, last but not least, Hanneke Kolen Kolsters. She's a musician, and her grandfather had to go to Indonesia in 1948 because of his military service. And she's in the process of making a documentary, and it is based on the diaries of her grandfather. So in this documentary, the different visions from veterans in the Netherlands, as well as in Indonesia, are part. So thank you all for being here. And it's interesting. I think what we share is an interest in our own history, and especially our own family history. So I was wondering, can you tell me something about your motivation to learn more about your history, and also about your motivation to share this history with others through maybe a documentary, but also through discussions? Shall I go first? Well, my personal family history is linked with a greater story, namely colonialism. You cannot speak about Moluccans without mentioning colonialism, forced migration, segregation, but also resistance. And you were asking me the question, like, what is linked with 40-45? Without this period, we even wouldn't be here. So that's the first thing. So I think that's an important thing to mention. Like, these are themes which are still relevant in society today. And did you, in school or in formal education, how did these themes came up? Did you recognize your own family story in these? No, not at all. I remember when I was a kid, we had a history book, and I was looking through the paragraphs, and there was Moluccan Islands. So we were in a class with like 20 Moluccan people, like 40 children, because there was a Moluccan community close nearby. And I couldn't wait until we discussed this piece of my history, my heritage. And I remember it was probably May or something, and we started it. And the teacher was like, okay, these are the Moluccan Islands. This is where nutmeg come from, where the cloves are from. And then we didn't discuss it. We learned a lot about Second World War, of course, and about the Dutch resistance, but we didn't learn anything about this part of history. Do you recognize something in the story? Well, I do recognize. To me, I started my search because of a diary of my grandfather who went to Indonesia as a conscript soldier. And it made me realize, he died before I was born, and he died at a young age, and he never talked about it to our family. And it's such a big part of our history. And, well, basically my generation does not know anything about it. Sure, there are some, but most of all, because we also, for me, we learn everything about the Second World War, but the war where they sent my grandfather to Indonesia isn't, well, maybe two slight sentences somewhere, but it's not, I never learned something about it. So that's why I'm making this documentary and also an elementary school educational project to be able to make it accessible for children. And so you're mostly focusing on newer generations, or is it also a document you are making for first generation? Well, I hope to make something that the veterans also in Indonesia and in Holland can recognize as well. That's the way it was, or that's how we lived, or that's, and also for the generation of my father, who is what I found out is the generation of my father is they're very
well, there are a lot of emotions when you start talking about that period. You ask questions. The third generation is literally, there's more space and time between us, and we're open, and we just want to know something. And so also I want to make something, well, that they can see, okay, it's okay to talk about it, or it's okay to, well, yeah, there are a lot of veterans who are able to speak about it. A lot of people I met, I interviewed a lot of veterans, and the children of the veterans are all saying like, Dad, we never knew that. No, but you never asked. So there is this culture that a lot of people don't dare to ask or to speak about it. So I wanted to, well, to do a little thing about it, so that makes it more accessible for every generation. And you, Natasha? I started to become really interested in history for the past few years, and one day, I followed a class. It's a cultural memory studies, and my lecturer, he told the story about his grandmother. So then I thought, oh, maybe when I go home, I can do the same thing as well. So, my grandparents have already passed away. So I started talking to my parents about the stories of my grandparents, like, oh, what did they know about my grandparents? So I was really curious at that time, because I tend to forget that there are real people in the history that we are studying, and my grandmother and my grandfather was part of that history that I'm now studying. So yeah. So when it comes to the personal stories, you think it's a big plus to focus on that too, instead of only the bigger stories? Well, I think we relate to our histories like in a different way. And for me, I would like to understand what my grandparents went through when they were young, because for me, that's something that we share, being young once. Mm-hmm. Yeah. And I can imagine. You touched upon it in the beginning. I can imagine this period of 45 to 50. It's of course you cannot see it. You cannot see it apart from the colonial history and the aftermath. And I can imagine it has a very different place in your family histories. I can imagine it plays a different role in like the broader history, because this family history is, of course, not only these 5 years. So I was wondering, can you tell Natasha? Can you tell me something about what these 5 years mean for you in your history, or don't mean? I mean, do they play a role? Well, what I heard from my father is that my grandmother, she used to live in Java, in Dieng, more precisely. And then in 1948, her house was bombed, so she had to flee with her family. My father related a very interesting story that they brought a bag full of gold to Bandung. So I think at that time, like, people bury their gold or hide their gold somewhere in the house. So in emergency, they would dig through it, and then they would just take it and run away. So that's what my grandmother did. And I think for her, I think it was an interest. It was a really hard period for her, because previously, what I understood from the story, my grandmother was a Javanese aristocrat, and she went to English school, and she is fluent in Dutch and English. And I think after fleeing to Bandung, her economic status went down. She had to really start from scratch. I think my uncle told me that before the war, my grandmother, she had horses, and she went to the market being carried by people. So. Yeah, I think that was it. So it was like a big turning point for your family. And do you also see that in what you learn, what you have learned in school, like in formal education, that this period was also a turning point? Or are there other periods that are maybe more talked about or more discussed? For younger generations, I don't think we relate to this particular period
because I think we didn't ask the questions. So that's like exactly like the veterans' children. So we didn't ask the questions about this period particularly. And I think there's a trend in Indonesia that we're concerned about this part of history, the 1965, because it's much closer to us and it's much more relevant than the 1945 to 1950. Yeah. Interesting. Jephtha, can you tell me a little bit about your perception of these 5 years and what role it plays in your own history and how you want to Well, my grandparents, both grandparents, didn't spoke much about this period. The only thing they said was like the barracks they lived in when we arrived here, the barrack I was born in, didn't differ much from the military barracks in Surabaya where they were. So sometimes I think, did they realize the war was over or was there still a war going on there? You don't. That's something you cannot discuss with them anymore. That's my family history is, like I've said before, is linked to a greater history. You cannot talk about 40-45 without talking about the aftermaths of colonialism, or with the arrival of the Dutch and the genocide in Banda in 1600. And that's my family history too. Mm-mm. Yeah. And so when you focus in your projects now, you focus on the second generation and the 60s, 70s, 80s. Are you also including this larger history? It's difficult if you talk about years, 45, about data. But in the end, it's heritage. It's my heritage, and if it's 1600 or before, or if it's 50, or if it's in the 70s, doesn't matter. It doesn't matter. All... Yeah. Yeah. Well, to me, 45 till 50 is, I'm approximately there are like 2 million people in Holland who have a conscript soldier as a father or a grandfather, or it's a very, very big group. I think in a way my story isn't different than most of the stories here of all of you. It's a story about a lot of injustice and feeling powerless, and there happened a lot of things, and it turned the life of my grandfather upside down, and he did also on his term. So it's very difficult, and I hope that 70 years later that we are able to step out of our own. Every angle of this story has a lot of injustice, and every angle is everyone has the right to have his own feelings and pain and anger. But I hope the discussions that they can be more like, in a way like the veterans do when Dutch veterans go to Indonesia, they have dinner together. They have a lot of things to come over, but they can speak to each other about it. And I think like the third generation is also, I hope that it's more, that we can give it a place, and we can more accept that we are all in a way hurt by this period. Yeah, I think it changed all of our lives, and we cannot change the history, but we can change the way how we deal with it together. Yeah. I'm afraid we are already out of time. I just wanted to say thank you to you three. And I think it's beautiful to hear that, yes, it is important to make space for the stories that the first generation told us, because that's what we grew up with. And I hope there will be more attention to these stories in formal education, or maybe it can we can combine this to make it like a fuller picture. But the stories of the first generation
are very important, and it's in our, like, it's in our genes. And at the same time, I noticed that we as a third generation are also trying to reshape or reimagine our own history, and to make place for, I think, a lot of nuance. Yeah. And different perspectives. So it's really nice to notice that in all of your stories. I think without knowing your history, there is no future, I think. So it's very good that we are able, well, that there are evenings like this and that we come together and talk about it. Yeah. Thank you. And I think we will have some time for some questions. Yes, 5 minutes, yes. 5 minutes. So if you have a question for one of them, please let us know. Please tell us your name and who you are. My name is Arthur Graaf, or in Dutch, Arthur Graaf. And I am the spokesperson for the Dutch Anti-Fascist League. And I have missed one question. And that is, have any of your relatives been perpetrators of war crimes? Thank you. Well, you're asking me... Together. Do you mean the war crime in 350-year colonialism? Yeah, it's a different... Please, take it as you can. If you know of those war crimes, and you suspect that we don't know about them, but I would rather that you concentrate on 45 till 50, because that seems to be the issue right now, this night. Yeah. Well, the good thing about being third generation is, like, you can have another view on history. Maybe a broader view. And if you looked at our shared history, the only thing I could see there was 350 years of colonialism, with genocide, which started with the East India Company. That's the beauty of being the third generation and to speak with you about this. Like, we can have this conversation. Yeah. You want to know if my grandfather had to kill someone? Basically, that's the question. Well, unfortunately, I know I'm still researching. I know a lot of situations in where he had to do that. Do I like that? No. I hate the fact that he was put in that situation where he needs to act to be able to survive. And if he didn't... Well, I wasn't here today, so it's a very difficult question, and it did happen. And even though I'm 2.5 years now, I'm working on it every day, I still don't have a simple answer, because I think there isn't. But there is, I think we have to ask ourselves who is responsible for the situation that was on there. You cannot blame people who have to live and follow orders. I have to be awake for days and nights. And I think we're gonna have a great talk later on at the bar. And we let's have do that. We have another. No. I'm going to another question. Grandfather killed probably killed a lot of people in service of the Dutch government. Yeah. Wow. Yes, seriously, I'm now going, you asked your question, they... They didn't give any answer, so thank you. Well, I think the everyone here heard an answer. No, I have a question here. Please, your name. Hi, I'm Michael van Zijl. You speak about colonialism was a crime and all, and you're absolutely right, but... my grandfather was also in the KNIL, and he committed war crimes. And that doesn't make a difference if that was because of the Dutch forcing them there by apartheid. But this is something we all need to acknowledge, and not saying, no, this is not true. Because in the end,
The indigenous people of Indonesia will pay the price for this, as long as we do not acknowledge this. So, yes, I believe also your grandfather or was part of war crimes, like many. Come on, how can we ignore this? So many dead people there. Thank you. We moeten even wachten op de microfoon. I will. My name is Merapi Obermeyer. When two countries are fighting, then you always have the question: who has the most right to kill another? So Indonesian was fighting for the independence. She had the right to become independent. So in a cynical way to put, they had the most right to kill other people. That's in the cynical way to put, I tell you. So that is because the Dutch people had no right to stop the Indonesians from their independence. And so and there is another thing. There were lots of half-bloods in those who were fighting on the side of the Indonesians. And after the war, after Indonesia became independent, the half-bloods, many half-bloods, were asking for the Indonesian citizenship. And the Indonesian government refused to give them. And Ponke Prince also refused his people to help them. And there were lots of half-blood Indonesians who were sent clothes and food to these people, to Indonesians, because you had no nationality. Thank you. If you want to react, just... Well, I didn't, it wasn't my attention, it wasn't my, I didn't say someone had more right to kill another one. I just, okay, well, I did my research and I'm still doing that, but I know pretty well what happened with the battalion of my grandfather, and that's where I based my, okay, so it's not, all right. Yeah. It was not. Yeah. But I think it is. I'm glad that we speak about, for example, these war crimes, because I think it's good to acknowledge, and I think. I can imagine we think about it more or less in the same way, that it is good to name things and not to hide stuff. And although I see you looking at me like no. I think it is good to get it out in the open. Yeah. And also to, and we will talk about it later in this program, but to name what had happened. And I think you told me before, like, it's not to really cope or to deal with our shared history, shared in a sense. We really shouldn't be afraid to tell each other how it is or what it is or what happened without the shame or guilt or whatever. So I want to thank you all for making this comment about the war crimes. Thank you. Thank you, Stephanie Welvaart, Jefta Patikawa, Natasha Santoson and Hanneke Kolen-Kolsters. Ja, het is een beetje een dirty job voor mij, hè? Maar het moet niet 2 uur passen. Een aantal maanden geleden ging een groot aantal onderzoekers aan dit onderzoeksprogramma naar het theater. Ze gingen naar Westerling, een broederstrijd. Een stuk van Molukse theatergezelschap Delta Dua. En dat stuk maakte indruk. Hoe en waarom, dat hoort u van Anne van Maurik. Zij is betrokken bij het deelonderzoek naar de politieke en bestuurlijke context in Nederland en Nederlands-Indië. En Delta Dua is er ook. En u gaat kijken naar een deel van de voorstelling, Westerling, een broederstrijd, in een aangepaste vorm, speciaal gemaakt voor deze avond. Mag ik alvast uw warm applaus voor Anne van Maurik en Delta Dua.
Afgelopen maart nam het theatergezelschap Delta Dua mij en veel andere onderzoekers mee in een verhaal over een broederstrijd. Het was de première van de voorstelling Westeling, een broederstrijd. En ik zat op het puntje van mijn stoel te kijken naar het schouwspel dat zich voor mijn ogen voltrok. De voorstelling gaat in op een lastig dilemma. Wat koos je als Molukker tijdens de oorlog voor de Indonesiërs of voor de Nederlanders? En wat gebeurde er als je familie voor de ene partij koos en jij voor de andere? Het gaat over Mozes, die als knilmilitair betrokken raakte bij de gewelddadige excessen onder kapitein Westeling in Indonesië in 1946-47. Hij moest keuzes maken die dwars op zijn wereldbeeld stonden en wordt na afloop van de oorlog, net als de andere Ambonese knilmilitairen, op transport naar Nederland gezet. Als een gebroken man werkt hij, als laatste der Mohanikanen, in een oude verlaten machinefabriek. Denkend aan de dierbaren die hij achterliet. Zijn moeder, zijn geliefde en zijn broer Aaron. Het verhaal speelt zich af op de voormalige scheepswerf van de Koninklijke Maatschappij de Schelde, de KMS, in Vlissingen. Meer dan de helft van de Molukse militairen die in Zeeland woonden en die in het KNIL dienden, gingen na ontslag op die scheepswerf aan de slag. Theatergroep Delta Dua laat zien dat de decolonisatie gecompliceerder was dan het wij Nederlanders en het zij Indonesiërs. Hun verhaal begint bij de brief die Mozes kreeg van zijn moeder vanuit Ambon. Ik stond op de kade. Tanjung Priok. Jakarta. Het was snikheet. Ik wilde terug naar Ambon. Mama had een bericht gestuurd. Ze wilde dat ik terugkwam. Maar de Republiek der Zuid-Molukken, de RMS, was al uitgeroepen. Nederland erkende die niet. Chaos. Ja. Chaos. Ik hoorde een stem roepen. Hier, naar Ambon. En werd meegesleurd door een hele groep mensen naar een boot. Stond daar. Mensen duwen me de ene kant uit. En dan ineens word ik weer de andere kant uitgeduwd. Ik zie Hollanders zwaaien met papieren. Niemand weet meer wat hij moet doen. Ik weet niet meer waar ik ben. Hitte, woede, verdriet. Overal om me heen. Ik kan me niet verzetten. Word weer meegesleurd. Terugkeren naar Ambon was alles wat ik wilde. Hier de boten naar Ambon. Daar de boten naar Nederland. Of was het andersom? Dan hoor ik een stem roepen. Mozes! Sana Mozes! Kesana! Daar, Mozes! Daar naartoe! Die stem klinkt vertrouwd. Ik laat me meevoeren. Denk dat het goed is. We gaan naar huis. Naar Ambon. Pulang. Kambon. Die stem hoor ik nog in mijn hoofd. We worden door de massa aan boord geduwd. We varen. 10 kilometer uit de kust hoorde ik eindelijk waar we naartoe gaan. Holland. Mozes is mijn grote broer. De belofte van de familie. Degene die het allemaal wist. Die mij, zijn broertje, moest leiden. Maar hij koos ervoor om de Blanda's te volgen. Orders aan te nemen van mensen die nooit voor hem zouden kiezen. Als het erop aankomt. Ik koos voor mensen die op mij lijken. Lijken op mijn cultuur. Indonesië, Merdeka! Al zijn zij kwaadwillend. Toch voelde ik me vertrouwde bij hun. Ik heb hoop. Hij alleen maar orders. Blanda, orders.
Wat heeft het hem nou gebracht? Hij heeft helemaal niets meer. Hij heeft geen geld. Hij heeft geen vrouw. Zelfs haar geest is hem ontnomen. Medeka! 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 Misschien is het nu wel even aardig om te vertellen wat Merdeka betekent. Ik heb net even wat ge... In Indonesië betekent het vrij, onafhankelijk. Eigenlijk komt het uit het Sanskriet, Mahardika. En betekent daar rijk, voorspoedig en machtig. In Maleisië had het de betekenis van bevrijde slaaf. De Nederlandse term Mardijker is een verbastering daarvan om de slaven uit Portugal en Nederland aan te duiden. Daar is de term Merdeka uit voortgekomen. Het werd gebruikt als een strijdkreet tegen de koloniale heersers. Vooral Molukkers hebben zich deze term sterk toegeëigend. Merdeka! Ja, u moet zich even voorstellen, wij zitten daar dus met een groot gedeelte van die onderzoekers, wanneer plots Aaron roept... Merdeka! Ze moeten blijven onderzoeken, die Blanda's, hè? Ze moeten blijven onderzoeken. Waarheidsvinding om te verwerken. Maar welke waarheid? Ja, het onderzoek bleef niet onbesproken en ik was toen heel even bang dat de spotlights op ons als onderzoekers werd gezet. Al dat gepraat over wat wij hebben meegemaakt, al dat onderzoeken, al dat analyseren, al dat beter weten, al dat oordelen. Maar niemand weet wat het is als je er niet hebt gezeten. Wij weten het. Maar de vraag van Aaron is wel een essentiële, want welke waarheid onderzoeken we? Die van de kolonisator of de gekoloniseerde? Gaat het om Nederlandse ervaringen of Indonesische? Waarheidsvinding. Een proces met als doel het achterhalen van de waarheid is net zo wankel als mijn herinneringen hier. Broer, de waarheid laat zich niet vergeten. Er is maar één waarheid. Jakarta, 6 juni 1946. Doet het niet. Jakarta was niet de hoofdstad van Java. Jakarta was de hoofdstad van chaos. Niemand die mij kon vertellen waar ik moest zijn. Zelfs de ambtenaren niet die erover gingen, Anne. In het onderzoek proberen we connecties te zoeken tussen Indonesische en Nederlandse ervaringen. Tussen koloniale onderdrukking en revolutie. Tussen Indonesische vormen van geweld en het Nederlandse gewelddadige optreden. Geen waarheidsbevinding dus, maar onderzoek naar de oorzaken van ontsporing van geweld. Tijdens de première zinderde de zaal. Ik denk niet dat alleen wij als onderzoekers momenten ervoeren waarin het even over ons leek te gaan. Op verschillende momenten riepen mensen uit de zaal steunbetuigingen in de richting van Mozes, maar ook aan Aaron. Wat me in het bijzonder raakte aan het theaterstuk was dat de voorstelling geen aanspraak maakte op objectiviteit. Het liet meerdere perspectieven zien zonder te claimen de waarheid in pacht te hebben. Het opende op die manier het debat over dit gecompliceerde en nog altijd gevoelige verleden. Indonesiërs, Molukkers, Nederlanders, maar ook andere Europeanen, Indo-Europeanen, Chinezen en nog vele andere bevolkingsgroepen deelden in dit verleden elkaars geschiedenis. Maar er is geen gezamenlijke ervaring en ook geen gezamenlijke herinnering. Deze veelheid aan ervaringen is mijns inziens de kern waar het om draait. Ik heb altijd gehoorzaamd. Merdeka! Dit hield ik mijn mannen voor. Omdat onze vijanden alleen de rebellen waren en niet de bevolking, mochten we nooit een dorp platbranden of een huis van een onschuldige inlander. We moesten alleen de leiders van de gewapende rebellen en de gewapende guerrilla's aanvallen. Deze bandieten, deze pseudo-soldaten, hadden juist de bewoners van de kampongs geterroriseerd. Niemand volgt je meer.
Iedereen valt weg. Wij hoeven republikeinse soldaten, boeven zoals jullie, niet per se als vijanden te zien. Gangsters. Wij waren gangsters, geen boeven. Jullie waren misleid. Gedreven door een verlangen naar onafhankelijkheid. Jullie realiseren je niet hoe diep ingeworteld de superioriteit zit bij jullie. Altijd al de anderen als minder zien. Altijd denken het alleen recht te hebben op alles. Al vanaf die fucking VOC-tijd dachten jullie het alleen recht op het vervoer van onze producten te hebben, was het ordinaire roof. Jullie. Jullie hebben je jaren toegeneigd alsof je er recht op had. Zongen jarenlang naar Atje de Kraton, daar zetelt het verraad. Schuilt ontrouw, bloedt zeeroof en smeulde verraad. Roei uit dat gebroedsel, verneder die klant. Met Nederlandse driekleur beschaving geplant. Jullie vonden de methodes die jullie gebruikten om je vrijheid te bereiken zelf ook weerzinwekkend. Is het niet dat sommige van jouw volk werden meegenomen, gemarteld door rebellen, boeven zoals jij? Ik leerde mijn mannen dat we onder de rebellen sujetten zouden vinden die om te turnen waren. Van orde verstoorders tot orde bewaarders. Later stelde ik vaak ex-terroristen aan als officiële politie, juist in de dorpen die ze kort daarvoor hadden geplunderd. Met uitstekende resultaten. Hoort u mij, meneer? Uitstekende. Wat wist ik nou van ideologieën? Ik was jong nog. Ik zat op school, broer, mijn kaka. Als je dat tenminste een school kon noemen. Ik was bereid om voor een paar dagen avontuur de dood te riskeren, broer. Ik wilde tegenover mijn vrienden bewijzen dat ik heus wel iets waard was, kaka. Er waren geen prikkels meer. Er was geen toekomst meer of geen droom om voor te vechten. Wij werden opgeleid om onze levens te vergooien. Onze nutteloze levens. Als er iemand bereid was erop in te hakken, dan waren wij het wel. Hoe dan ook, op wie dan ook. Fuck die ratio. Merdeka. Sukarno. Wij waren bereid degene te volgen die dat offer van ons durfde te vragen. Die het lef had het woord te nemen. Gangsters? Ja. Maar uit noodzaak. Wij waren als een lont in een kruidvat. Het enige wat zij hoefden te doen? Aansteken. Sukarno redeneerde dat het door het imperialisme kwam dat jullie zo waren. Sukarno was een leugenaar. Heulen met de Jap, slijmen met de Amerikaan, meepraten met de communist, meelopen met de islamiet, ophitsen van de nationalist. En uiteindelijk weer bij de Verenigde Naties om advies vragen en toch uiteindelijk weer praten met de blandas. Iemand die alles wilt, maar niets kan. Een draaikont. Niet echt een Indonesiër, zoals wij, kaka. Molukkers zijn geen Indonesiërs. Kaka, Orang Ambon. Wij zijn ook geen Hollanders. Ik heb altijd gehoorzaamd. Soldaat Mozes, welke methode te gebruiken is één ding. Hoe die methode toe te passen is totaal iets anders. Voor degenen die mijn methode hebben gebruikt zoals die bedoeld is. Voor hen ben ik bereid om verantwoordelijkheid te nemen. En ook voor alle activiteiten die onder mijn bevel hebben plaatsgevonden. Maar verder kan ik niet gaan. Ik hoef geen dankbaarheid van de overheid voor verleende diensten. Laat ik zeggen dat de Nederlandse regering mij op die manier nooit teleurgesteld heeft. Ik heb altijd gehoorzaamd. Bullshit. Sentimentele aap. Kom op voor je daden. Voor wat je hebt gedaan. Ik stond in die bevroren mist op de kade van Amsterdam. De Java-kade nota bene. Niemands land.
We wisten niet waar we naartoe gingen of waar we uit zouden komen. Sommigen gelukkig, sommigen blind van verdriet naast elkaar. Ik ben terechtgekomen waar ik uiteindelijk toch terecht moest komen. Ik kon nergens meer heen. Maar die stem hoor ik nog in mijn hoofd. Ik ben die stem. Jij, broer Kaka. Jij bent een Anjinika. Een blader. Godverdomme! Alles is mij overkomen! Na die dag heb ik geen keuze meer gemaakt. Van die koude kade van Amsterdam werd ik overgebracht naar het barak van voormalig concentratiekamp Vught. Godverdomme! Tweedehands kleding! 3 gulden zak geld! Geen soldij meer, zoals die Nederlandse soldaten. Eten uit vuilnisbakken van rijke buurten. Geen man meer. Totaal niemand meer. Zeg het. Zeg het Den Haag. We waren mannen. We hebben gevochten. We hebben gemoord. Japanners gemoord. Indonesiërs gemoord. Ik heb gemoord voor waar ik in geloofde. Voor Nederland. Voor de koningin. Kapitein Westerling werd gespeeld door Karim El-Ghanouni, Moses door Alex Lekaton-Pessy, Aaron door François Pical. En in de zaal is ook regisseur Anis de Jong. Waar bent u? En het applaus is denk ik ook voor Anne van Maurik, die haar rol speelde. Anne van Maurik als zichzelf. Het stuk is nog te zien in maart, april volgend jaar. Voor de details hou de website van Delta Dua in de gaten. Jeffrey Pondag is voorzitter van het comité Nederlandse Ereschulden. Hij is de motor achter de rechtszaken tegen de Nederlandse staat van de nabestaanden. Samen met Lisbeth Zegveld. Hij is zeer kritisch over dit onderzoeksprogramma. Deelde die kritiek onder andere in een open brief vorig jaar aan 3 ministeries. En hij is hier vandaag om zijn kritiek met ons te delen. Graag uw aandacht voor Jeffrey Pondaag. Goedenavond, dames en heren. Ik heb hier een stopwatch. Omdat ik maar 10 minuten krijg. Goed, hij doet het niet. Geef je ook aan dat het 5 minuten is? Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin yang terhormat. Selamat malam. Dari mana Belanda mengambil hak bahwa tanah air 18.000 km jauh bahwa hak mereka ini? Penelitian pemerintah Belanda ini memalsukan sejarah. Hindia Belanda
illegaal. Dan kedutaannya sampai sekarang juga illegal. Selama Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Siapa mereka? 70 juta orang lebih. Kalau Belanda menganggap legal, apa bedanya dengan yang dikatakan orang Indo Ambon Knil Nika? Belanda melakukan rasisme. Geachte dames en heren, ik hoef niet aardig gevonden te worden. Maar ik vertel hoe de vork in de steel zit. Dit staatsonderzoek is om schone handen te krijgen. Het doet geschiedvervalsing. De NIMA die zit in de rechtbank tegen ons. En dat doet alsof Nederlands-Indië vanzelfsprekend en legitiem is. De staat onderzoekt en traineren de weduwe en de kinderen die dezelfde staat aanklagen. Na de aankondiging dat de staat onderzoek gaat doen en 4,5 miljoen euro zal gaan kosten, maakt premier Rutte in Indonesië met zijn handen in zijn zij druk over de verdwenen scheepwrakken. Dames en heren, waar haalt Nederland het recht om een land die 18.000 kilometer ver ligt als Nederland bezit te begouwen? Laten we daar maar eens beginnen. We hebben over mensen die onnodig zijn geëxecuteerd. Vermoord namens de Koninkrijk de Nederlanden. Waar zijn de onderzoekers? Waar blijven ze? Met de slachtoffers te gaan praten. We hebben 500 dossiers, waarvan 4 christenen. Hun mannen, vaders, zijn soms van 2 meter afstand door het hoofd geschoten. Dit is gewoon SS-praktijken. Consequenties dat oorlog noemt in plaats van politieactie, dat Nederland een soevereine staat heeft aangevallen, als je dat zo noemt. En dat betekent in het oorlogsrecht, is dat een oorlogsmisdaad. Illegale Nederlanders in die regering zijn dieven. En echt dieven. Denk aan de BPM, de Shell, Unilever. Maar als Nederland niet schaamt, ga lekker door met de rijkdom waarvan bloed aankleven. De Nederlandse ambassade in Indonesië is illegaal zolang 17 augustus niet is erkend. Grove schending van de mensenrechten van de eerste orde. Wij zijn geen stuk front. Wij zijn mensen. Debet is de Indische gemeenschap, Ambonese, de Knil en de Nika, die het kolonialisme in stand hebben gehouden en de bezetting 4 jaar hebben verlengd. Juli 1969 kwam ik in Nederland met de neus in de boter. De excessenoten en Joop Hutting was op de televisie. En wat krijg ik te horen van mijn familie? 16 jaar was ik. Jullie Indonesiërs zijn extremisten. Terroristen. Rampokkers. En Sukarno is een collaborateur. En zo krijg ik ook te horen van mijn ouders van de leeftijdgenoten. 16 jaar was ik. Hoe zielig en jong ze waren. Mensen die zijn vermoord zijn ook jongen, dames en heren. Dus die 200.000 mensen die daar naartoe zijn gestuurd, inderdaad, ze zijn jong. Maar weet je wie ze vermoord hebben? Die zijn ook jong. De weduwen die zijn ook nu 80, 85, 90 jaar.
Het doet alsof het niks is. En mevrouw Gosing, of sorry, Gosseling, die op de radio zegt dat Sukarno een schurk is. Volgens mij is dat een vergissing. U bedoelt zeker Wilhelmina. De ex-SS'ers, die krijgen strafvermindering. Alle Nederlandse oorlogsmisdadigers, dames en heren, die krijgen een monumentale eer. Ik hoorde net dat het 5 minuten is. Ik moet mijn andere 5 minuten geven aan de maker van de openbrief, Francisca Odepati-Polei. Dit is het verkeerde filmpje. Is het verkeerde? Is het verkeerde? Ja. Dat is een witte USB-stick. Ja, hebben ze? Als een van de initiatiefnemers van de open brief wil ik alsnog uitdrukkelijk naar voren brengen dat het onderzoek ervan uit zou moeten gaan dat Nederland de soevereiniteit van de Republiek Indonesië erkent vanaf haar ontstaan op 17 augustus 1945. Het onderzoek dient zich mijns inziens uit te gaan van de illegale bezetting van een land 55 maal de grootte van Nederland en een bevolking meer dan 70 miljoen inwoners. De oorlog door het Nederlandse leger tussen begin 1946 en einde 1949 is dan een agressieoorlog om haar vroegere onrechtmatig bezette kolonie te heroveren, terwijl de strijd van Indonesische zijde er één was om de onafhankelijkheid van de republiek te verdedigen. In maart 1942 is de illegale Nederlandse kolonisator in Indonesië verslagen door de Japanse militairen en verloor Indonesië haar Nederlandse koloniale onderdrukker. Ze kreeg een andere fascistische koloniale onderdrukker, Japan, daarvoor in de plaats. Toen deze op 15 augustus 1945 werd verslagen, werd Indonesië een vrije staat en riep ze 2 dagen daarna op 17 augustus 1945 de soevereine staat Republiek Indonesië uit. De verdeel- en heerspolitiek van het Nederlandse koloniale regime heeft bewerkstelligd dat de Indonesische bevolking haar eigen broeders en zusters als vijand gingen beschouwen. De vele genoemde slachtoffers van massaal en grof geweld door al dan niet georganiseerde Indonesische strijdgroepen tijdens de laatste maanden van 1945 waren het gevolg van 350 jaar durende racistische klassensysteem dat zich uitte in de ongelijke behandeling van de Indonesische bevolking. Hierdoor hebben de Indonesiërs een eeuwenlang minderwaardigheidscomplex ontwikkeld tegenover de vermeende morele en raciale superioriteit van de witte kolonisator. Voor Indonesië bestaat de Persia-periode niet. Na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië als een soevereine republiek werd een Indonesische regering ingesteld. Er was geen sprake van machtsvacuüm. De Indonesische regering was het bestuur van het land. Ik ben Francisca Patipilohi, een levende getuige van de koloniale, Japanse en republikeinse tijd. Het onderzoek hier vanavond besproken gaat niet uit van al die punten die ik zojuist heb benoemd. Dat is waarom Jeffrey Pondag en ik het initiatief namen voor een kritische open brief. Het kolonialisme wordt als een gegeven beschouwd.
de illegaliteit van de Nederlandse bezetting. Het kernprobleem wordt niet onderzocht. In het onderzoek wordt voorbijgegaan aan het feit dat alle oorlogen en geweld altijd gevolgen zijn van een oorzaak. In dit geval de illegale koloniale bezetting. Volgens mij heb ik nog 1 minuut. Dan wil ik deze zakjes toch aan meneer Van Vree geven. Tenminste, als je dat wilt doorgeven, dan kan je visueel kijken wat het is. Dankjewel, Jeffrey. Dankjewel. Maar wat is het? Ik zou zeggen, dat zou je moeten weten. Ja. Het zijn kruiden. Juist. En dan weten we waar het over gaat. Ja. Maar misschien dat ik ook 1 antwoord kan geven. Ik denk dat er in... Laat ik ons even gewoon beperken tot de onderzoekers waar wij mee werken. Er is geen enkele onderzoeker die zal ontkennen dat het kolonialisme een op geweld en ongelijkheid gebaseerd systeem is. Dat kun ik verzekeren en dat is ook het uitgangspunt van ons onderzoek. Wij zullen het niet ontkennen, zo min als wij ook maar op enige wijze uitgangspunt van de Indonesische Republiek op 17 augustus 1945 ter discussie zouden willen stellen. Ja. Mag ik nog 1 ding zeggen? U had het over dat Ben Bot Indonesië 17 augustus heeft erkend. Volgens mij staat in Vandalen dat een aanvaarding geen erkenning is. Dat zou kunnen. Dit is natuurlijk een van de onderwerpen waar we straks ook over gaan praten. Maar dit moeten we ook inderdaad preciezer uitzoeken wat hij gezegd heeft. Want dat is heel... Er zit een dubbelzinnigheid in, maar die gaan we wel uitzoeken. Maar dat hoeft ook niet te zeggen dat dat ook ons standpunt is. Maar dat betekent wel, als Nederland dat erkent, dat Nederland een soevereine staat heeft aangevallen en dat is een oorlogsmisdaad in het oorlogsrecht. Daar gaan we het straks over hebben, wat de implicaties zijn van precies dat verschil in perceptie. Want dat is inderdaad belangrijk. Dank. Jeffrey Bonda en Francisca Patipiloi. Ja, we gaan het hebben over de terminologie. Ik wil daarvoor uitnodigen Martine Gosselink, Remco Raben, Mark van Berkel en Lisbeth Zegveld. Yes, and for the English-speaking people, you can now use the headphones because this will be translated. Nou, we hebben een mooie voorzetje gekregen, denk ik. Even de introductie. Martine Gosselink, u bent hoofdgeschiedenis bij het Rijksmuseum. U bent 3 jaar geleden begonnen met een enorme operatie waarin u allerlei woorden heeft geschrapt. Kunt u even kort vertellen wat u heeft gedaan? Of? Ja, we hebben collectie van bijna 1 miljoen objecten. En een heel groot deel van die collectie die is beschreven in de afgelopen 100 jaar door mijn voorgangers, andere conservatoren. En die hebben vaak begrippen gebezigd die wij heden ten dagen archaïs vinden. En heel veel van die koloniale begrippen die wijzigen we. En daar wil ik bij opmerken dat we al die teksten die we wijzigen ook bewaren. Dus het is niet een geschiedenis uitwissen. We wissen niets uit, want die oude beschrijvingen is ook weer geschiedenis. En dat vertelt iets over hoe we in het verleden naar objecten keken. Het is geen kwestie van zoeken en vervangen. Dus het woord kooi en hottentot kan je niet altijd zomaar 1 keer omwisselen. Soms heeft het ook functie om het oude woord wel te bewaren in een bepaalde context. Want welke woorden gaat het? Je kan er wat raden hoor. Maar bijvoorbeeld als het over Nederlands-Indië gaat, welke woorden zijn er geschrapt? Slaaf, we hebben slaaf gemaakt van gemaakt. Inheems proberen we zoveel mogelijk te schrappen en te zoeken naar welke streek de persoon die is afgebeeld daadwerkelijk vandaan komt. Zodat je kan zeggen een man uit Bandung in plaats van een inheemse bediende.
Zo zijn we werkelijk elk object zin voor zin, woord voor woord aan het kijken, aan het bekijken en aan het doornemen. En dat is inderdaad een pittige klus. En nog niet klaar, dus 3 jaar geleden begonnen, maar dat is nog steeds aan de gang. Remco Rabe, bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis aan de UvA. Een van de onderzoekers die sinds een week bij het onderzoeksprogramma is betrokken. Bij dat onderzoeks politieke bestuurlijke context. Kunt u iets zeggen over het onderzoek? Ja, u zit er pas een week, maar u weet vast wel wat er het laatste jaar... Jij doet het hoor. Doet hij het? Ja. Okay. De makkelijke weg uit is natuurlijk te zeggen, ik zit er pas een week, dus ik weet niks. Ja, maar dat is te makkelijk. Moet ja, toch. Precies, dat vermoed ik al. Bovendien zijn er al 2 onderzoekers al een jaartje bezig geweest. Anne van Maurik en Peter Romein. En die heb ik natuurlijk geraadpleegd en al een jaar lang spreken we met elkaar. Ik kan daar slechts grote lijnen uit destilleren. Maar we kunnen wel constateren dat er eigenlijk op bijna alle niveaus en in alle gremia die te maken hadden met de oorlog in, de oorlog in Indonesië. Indonesië. Dat die bekend waren met onoorbare acties van de militairen daar. En dus ook ook oorlogsmisdrijven. En dat er eigenlijk op al die niveaus filters aanwezig waren die de kennis daarvan tegenhielden. Dus het is eigenlijk we zeggen wel, het is een doofpot en het is ergens in een doofpot gestopt. Maar zo'n filter zie je niet, toch? Zo'n filter, dat is onzichtbaar. Of hoe... Als onderzoeker. Nou ja, je weet dat er ergens informatie is en dat er over gesproken wordt en gezegd, ja, daar moeten we maar niet te veel aandacht aan, aan besteden. Of je ziet dat de informatie er wel in komt, maar er niet meer uitkomt. Ja. Dus dan zie je eigenlijk een vrij algemeen patroon van kennis over geweld. In alle gradaties, van misdrijven tot legitiem geweld. Maar niet de verslaglegging daarvan of een politieke of juridische verantwoording daarvan. Ja, precies. Ja. Mark van Berkel, onderzoeker en docentenopleider moderne geschiedenis. U heeft onderzoek gedaan naar hoe in het geschiedenisonderwijs aandacht wordt besteed aan de oorlogen in deze periode. Kunt u iets vertellen over de aanbevelingen, wat eruit is gebleken? Als hij het doet? Ja, doet het. Het lijkt alsof het niet doet, maar ze doen het. Ja. Ja. Allereerst wil ik graag zeggen dat een van de interessante aspecten van deze avond, wat mij betreft, is dat hier 3 manieren om omgang met het verleden te hebben samenkomen. En die hebben allemaal hun eigen terminologie en jargon. En de ene is natuurlijk het formele academisch historisch onderzoek, hè, dat in volle gang is, hebben we gehoord. Het andere is de collectieve herinnering, waarbij diverse groepen aandacht vragen voor hun, laten we zeggen, hun eigen visie op het verleden en identiteit en misschien ook slachtofferschap. En de derde is, en dat hebben we in de getuigenissen van de 3 kleinkinderen gezien, is het ook een familiegeschiedenis. En gaat het om persoonlijke verhalen en ervaringen. En het mooie is dat het allemaal samenkomt in het onderwijs, met name in het geschiedenisonderwijs. En dat maakt het ook moeilijk, omdat het heel lastig is om van dit soort processen en historische gebeurtenissen een shared history te maken. En dat moet dus op zorgvuldige wijze gebeuren. En dat gebeurt niet altijd in het Nederlandse geschiedenisonderwijs. En daar heb ik inderdaad onderzoek naar gedaan, met name naar hoe de decolonisatie in leermiddelen is vertegenwoordigd. En wat staat er bijvoorbeeld niet in? Ja, wat er niet in staat is het Indonesisch perspectief, bijvoorbeeld. Ja, dus het is vanuit een nationaal narratief geschreven en benaderd. En dat betekent dat we eigenlijk helemaal niet weten waarom die gewenste onafhankelijkheid er eigenlijk kwam, vanuit Indonesisch perspectief. We weten ook niet hoe de Indonesische bevolking de Nederlandse koloniale aanwezigheid heeft ervaren. Dat staat niet in de geschiedenisboeken. Ja, en dat staat in uw aanbeveling dat ze dat er wel in zou moeten staan? Ja. Lisbeth Zegveld, advocaat en hoogleraar War Reparations. We kennen u natuurlijk van de geruchtmakende rechtszaken. Weduwe van Rabagadet, nou noem ze maar op. Er lopen nog zaken. Kunt u iets vertellen over wat er nu speelt? Ja, er lopen... Jij moet dicht, ben je dichtbij? Ja? Nou, doet hij. Of niet? Ja. Hij doet het, nee. Doet hij het, ja? Er loopt nog heel veel. We zijn inderdaad 10, 12 jaar geleden begonnen met de zaak van de weduwe van Rabagadet. We geloofden toen, sprekend over onderwijs, deze zaak kwam bij ons via Jeffrey. En we dachten echt, dit is een afgeronde zaak. Dit is het. Na deze zaak
gaan we weer een andere zaak doen, maar niet Indonesië. En de, ik denk ook de reactie uiteindelijk van de staat toen we wonnen, van nou, we gaan dit schikken, we bieden excuses aan, was ook een beetje vanuit de gedachte, this is it. Rawakadee was een incident in dat verleden. Jeffrey zei van, nou, je moet toch echt eens even doorreizen naar Zuid-Sulawesi, nu je toch hier bent. En ja, daar struikelden we werkelijk letterlijk over het ene monument na het andere monument. En toen hebben we inderdaad, hoewel ik dacht, je kunt niet één, als je één keer succes hebt met iets wat best ingewikkeld was, dan moet je dat niet nog een keer willen herhalen. Dat is meestal niet zo slim. Maar er was geen argument te bedenken om ook niet de weduwe van Zuid-Sulawesi te vertegenwoordigen. Hè, voor degene die dat wilde. Dat hebben we gedaan. Die zaak is toen meteen geschikt. Met dank aan Frans Timmermans. Want hij heeft toen gezegd van, we kunnen nu niet weer opnieuw dit gaan herhalen in de rechtbank. En toen was de vraag de kinderen. De rechtbank had aanvankelijk gezegd, het gaat ons om de overlevenden van deze moordpartijen. Maar ja, waren de kinderen ook niet de overlevenden van de moordpartijen? En zou je niet kunnen zeggen dat die kinderen misschien nog wel, hè, als je in gradaties praat, nog wel een sterker recht hebben als hun vader soms zelfs voor hun ogen is geëxecuteerd? Ja, in de termen van advocatuur hebben we toch de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, we gaan toch ook de kinderen naar de rechtbank brengen. En die zaak die is toegewezen. En daarmee is niet, zoals de staat denkt, de floodgates opengezet. Want ook dan gaat het nog steeds om een beperkte groep vrij oude mensen. Toch ook allemaal boven de 70 en ouder. Die zaken die lopen nog in tientallen. Maar daar lopen we nu wel tegen een absoluut hard bewijsprobleem aan. Want mensen zijn te oud, het is te lang geleden. We krijgen gewoon het bewijs niet echt meer goed rond. En elk detail wordt betwist in de rechtbank. Dat is wel zo. Er wordt niets voor granted aangenomen. Iedereen moet echt elk detail bewijzen. En daar lopen we wel inmiddels, dan moet ik gewoon zeggen, daar lopen we op vast. Dus het einde is wel inmiddels een keer in zicht. Ja. Laten we eigenlijk aan u allemaal, ik drop gewoon af en toe wat en dan moet u daar maar op reageren. Het liefst natuurlijk vanuit uw eigen professie. Eerst maar die datum, 17 augustus, is natuurlijk al een paar keer naar voren gekomen. Ja, hoe moeten de onderzoekers er bijvoorbeeld mee omgaan en wat zijn de implicaties daarvan? Nou, de historische implicaties vallen volgens mij wel mee. Volgens mij kan je volmondig zeggen dat op 17 augustus 1945 Indonesië onafhankelijk werd. Dat lijkt mij geen enkel probleem. Volgens mij zijn heel veel onderzoekers die daar ook volledig van uitgaan. En het lijkt me ook heel terecht als je dat volmondig doet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je kan ontkennen dat er daarna nog wat dingen zijn gebeurd. Zoals een soevereiniteitsoverdracht. En dan kom je natuurlijk in een staatsrechtelijk gebied waar wij historisch misschien wat minder toegerust toe zijn. De juridische implicaties. Je kan je afvragen of historici daarover gaan. Maar ja, we kunnen wel constateren dat die onafhankelijkheidsverklaring er is en dat de Indonesiërs zichzelf als onafhankelijkheid. Volgens mij werkt het juridisch zo dat je Nederland heeft het niet erkend, Indonesië heeft het uitgeroepen. En dan vervolgens is de vraag, hoeveel landen gaan er dan in mee? Ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb een hele voorzichtige poging gedaan naar wat er is gebeurd. Nou, de Verenigde Naties heeft het redelijk uitgesteld. Spreekt wel steeds van de Indonesische autoriteiten, dus neigt er wel naar. Midden-Oosten was vrij snel, Rusland ook, Egypte. Maar de rest allemaal 49. Ja. En in het volkenrecht is het zo, een land ontstaat eigenlijk door erkenning van anderen. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Kennelijk heb je dat nodig om zelf tot ontstaan te komen. Juridisch, de rechtbank is zonder meer uitgegaan van 49. We zitten met een lacune in het recht. Welk recht is van toepassing in Indonesië in die jaren dat we dan aan het recoloniseren waren? Dat was het Nederlands recht. Het Nederlands burgerlijk wetboek was daar van toepassing. Daar is de rechtbank zonder meer van uitgegaan. En we zouden juridisch daar wel in een vacuüm komen. Wat overigens, ik hou geen pleidooi voor de een of andere datum, hoor. Dat is mijn rol. Snap het, maar de juridische, als je er strikt juridisch naar kijkt, dan is het duidelijk. Mark van Berkel? Nou ja, in het onderwijs is het juist interessant om die verschillende perspectieven naast elkaar te zetten. En ook te proberen te verklaren waarom bijvoorbeeld voor de ene groep de ene datum relevant is en voor de andere groep de andere datum. Om zo jonge mensen te leren dat er op verschillende wijzen wordt gedacht over dat verleden. Dat het dus ook een construct is waarbij je multiperspectiefs benadert. Er komt niet zo'n tijdbalk en dat je dan toch moet kiezen als straks, mag straks. Maar het is juist een belangrijke punt. Hoe kan je dat nou doen als jij
het kolonialisme illegaal maakt. Waar heb je het over? Je maakt op deze manier het kolonialisme illegaal. Kom op. Hoe kom je erbij? Waar haalt Nederland het recht om een land die 18.000 kilometer ver is, als Nederland bezit te bouwen? Bovendien zijn ze al weggejaagd door de Japanners. Geschikt vervalsing. Oh, u kunt het ook niet verstaan. Nee. Maar we gaan echt even nu eerst hier verder. Ik snap dat u er boos over wordt, dat kan. Maar de antwoord is wel heel moeilijk discussie. Nee, ook als u het er niet mee eens bent, gaan we toch erover door. Mag ik nog even op reageren? Want meneer Pondak zegt dat is geschiedsvervalsing als je verschillende perspectieven op het verleden naast elkaar zet. Dat is misschien zo in de optiek van de collectieve herinnering. En in de optiek van uw, zeg maar, geschiedenis. Maar als je jonge mensen opvoedt tot kritische burgers die een eigen mening moeten vormen op basis van historisch onderzoek, wat we eigenlijk een beetje doen in dit onderwijs, dan is het juist heel interessant om kinderen te confronteren met verschillende visies. Uw visie of de visie van de jaren, Nederland in de jaren 30 of 40. Dat is mijn punt niet. Nee. Mijn punt is dat er snelwegen aangelegd. Prima kerel. Ja, dat is weer iets anders. We komen zo bij u echt weer. Martine Gosselink, u bent bezig met een tentoonstelling in 2021 over de decolonisatie. En daar werkt u samen ook met Indonesië. Het komt ook in Indonesische musea. Hoe gaat u daar hiermee om, met dat multiperspectivistische? Kan dat? Hoe kom je eruit? Nou, nog niet. We komen er helemaal niet uit. We zitten te denken aan een werktitel Revolutie. Maar is die titel geëigend? Want moet je niet zeggen, revolutie is iets om naar een onafhankelijkheid toe te werken, terwijl de onafhankelijkheid al was uitgeroepen. Dus all is in a name. En wat wij daarom willen doen bij deze tentoonstelling is dat we per object, 45 als het aan ons ligt, mede-conservator Harm Stevens is hier ook aanwezig, als het aan ons ligt 45 objecten die we meerstemmig benaderen. Dus één object vanuit vier kanten bekeken. Misschien een kneelsoldaat, misschien een Indonesische jonge strijder, misschien een Chinese burger die er iets over kan zeggen. Vanuit dagboekfragmenten, vanuit krantenknipsels, vanuit brieven, vanuit zoveel mogelijk ooggetuigenverslagen. Eigenlijk een aanvulling op wat Anne net zei, meerdere perspectieven, want er is niet één waarheidsvinding. Dus zo proberen we de meerstemmigheid van deze gebeurtenissen naar voren te brengen. Dus die titel doet er heel erg toe. We gaan daar nog heel erg lang over nadenken. Het, het wordt niet decolonisatie, of misschien. Nou, nee, ik denk het niet. We gaan er nog over nadenken, maar nog even over de geboorte van een land. Hè. De erkenning waar jij het net over had. We hebben binnenkort 80 jaar oorlog tentoonstelling in het Rijksmuseum. De geboorte van Nederland. Kies je dan de akte van verlating, waarbij Philips II zijn kroon wordt ontzegd? Of zeg je nee, 1648, het moment dat we de Vrede van Münster tekenen met de Spaanse vijand. En of die 80 jaar ergens in between. Dus dit is eigenlijk de vraag, dit is de crux. Ontzettend belangrijk om hierover te praten, om hier consensus met onze Indonesische conservatoren over te hebben. Want het wordt een duo tentoonstelling, zowel Indonesische collecties als Nederlandse, zowel Indonesische conservatoren als Nederlandse conservatoren. En als je me toelaat, wil ik heel graag een oproep doen. Nu ik hier zo ongelooflijk lekker in dit leren bankje zit. Mocht u thuis objecten hebben die voor onze tentoonstelling interessant zouden kunnen zijn, aarzel alsjeblieft niet om aan de debat te trekken. Misbruik het debat maar. Maar wel interessant. Remco Raben. Even kort, het zingt een beetje rond die multiperspectiviteit. En daar ben ik ontzettend voor. Omdat er inderdaad zoveel mensen zijn, zoveel blikken zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er alle verschillende waarheden zijn. Ik heb het er wel moeilijk mee. Iemand zei ook van er zijn verschillende ervaringen. En die zijn zo ontzettend verschillend. Maar dat wil niet zeggen, je kan erkennen dat mensen op verschillende manieren ergens naar kijken. Maar dat wil niet zeggen dat er een aantal dingen, belangrijke dingen zijn gebeurd. Waar dus we je het moet allemaal wel waarheidsvinding zijn. Blijven. Ja, ik ben niet bepaald een positivist. Ik vond wat Masboni zei, die had het over ambiguous history. Decolonization is ambiguous. En dat is natuurlijk veel beter dan dat je zegt van er zijn vele perspectieven en dus de geschiedenis is ook maar een mening. Dat is natuurlijk niet zo. Ja. En bij de termen die je...
bij de termen die je gebruikt, moet je dan niet toch iedere keer een perspectief kiezen? Of ga je steeds met een soort slash of met aanhalingstekens? Nederlanders noemden dat. Of hoe? Ja, je moet als historicus natuurlijk heel erg voorzichtig zijn met de woorden die je gebruikt. Maar al te grote voorzichtigheid leidt tot een soort van kramp. En volgens mij is dat een ramp als je een geschiedverhaal schrijft. Het is, maar je moet natuurlijk wel uiteraard de nuance, maar ook de verschillende kanten daarvan moet je wel laten zien. Of je kan voor een woord kiezen, maar dan wel uitleggen waarom je dat doet. Kijk, van mij kan je best het woord oorlogsmisdrijf gebruiken, mits je dat maar kwalificeert. Namelijk dat het een oorlogsmisdrijf is volgens de geldende rechtsregels. Wat het nou weer net niet is. Wat zeg je? Wat het nou weer net niet is. Want die waren er niet in die tijd. Ja, dus dat is een lastige term. Nee, maar ik zeg de mogelijkheden waarin je voor oorlogsmisdrijven kan kiezen. Nou ja, en er zijn natuurlijk wel wat... Ja, het is wel handig, maar, vind ik, als je termen... Een oorlogsmisdrijf is nou wel bij uitstek een juridische term. Ik bedoel, ja. Ja, anders zou je toch naar ernstige misdragingen of misdrijven in het algemeen gaan. Maar een oorlogsmisdrijf is echt... Tenminste, dus u vindt, niet losjes gebruiken, nee, omdat het zo'n juridische term is? Nee, ik vind wel, wij gebruiken die term dus in de rechtbank, tot verbazing van velen, dus nooit. Want het is geen oorlogsmisdrijf, althans die term bestond niet. En, en dat geldt ook voor kwesties waar we het over hadden. Bijvoorbeeld, we hadden onlangs een vonnis van een meneer, die was in onze standaardtermen gefolterd, gemarteld, mishandeld. Maar dat zijn ook allemaal hele specifieke termen. Foltering, marteling, dat zijn internationale termen. Mishandeling is een Nederlands juridische term in het wetboek van strafrecht. Maar het civiele recht kent hij niet. Dus wat krijg je dan uiteindelijk? Dat die meneer, er zijn sigaretten op uitgedrukt, die is op zijn hoofd geslagen en zijn buik is volgepompt met water. Dat noemen we natuurlijk uiteindelijk mishandeling. En zo zal ik het ook zeker naar buiten wel verkondigen. Maar de rechtbank, die bleef er echt verre van. En hoe noemen ze het? Ja. Nou, die zei uitdrukkelijk, wij kwalificeren dus niet als marteling. Mocht dat even gezegd zijn. Want de rechtbank, als we het nou toch hebben over waarheden... het zijn natuurlijk wel twee partijen die tegen elkaar staan. Maar het zijn aan de ene kant heel veel nabestaanden en aan de andere kant de staat. Het zijn natuurlijk niet zomaar partijen. Dus er wordt niet maar een end gegooid met feiten. En de rechtbank is best heel secuur in het vinden van ook... toch iets wat heel dicht bij de waarheid komt, wat ook al in het wetboek staat. En de rechtbank is dus ook heel beducht, want die weten dat ze natuurlijk toch een soort gat vullen. Nou, nu wordt het gat op veel meer manieren gevuld. Maar toen ze begonnen, waren ze echt de eerste. Ja, ze waren toch voorzichtig aan het opereren hoe ze de terminologie gebruikten. En wat ze hier nou precies vaststelden. Zij hebben bijvoorbeeld zelf op een gegeven moment gezegd, wij spreken vanaf nu niet meer van handelingen of onrechtmatigheden, maar van ernstige misdragingen. Dat was iets wat open lag, wat ze dan... Voelt u zich gebonden aan die juridische... Nee, geloof niet. Ik moet er natuurlijk een notie van nemen. En moet natuurlijk ons daardoor laten inspireren. Maar we kunnen natuurlijk niet het hondje zijn van de juridische kwesties hiervan. Wacht even. Een hele interessante opmerking. Een rechter is onderdeel van de rechtsstaat. Hè? Ja. Daar zijn wij allemaal onderdeel van, hè, van de rechtsstaat. Dus te doen alsof je dan een hondje bent van iets wat een beetje in de marge ook wat roept, vind ik een... Nee, maar wij kunnen het juridisch onderzoek... Wij kunnen het juridische onderzoek niet doen op het moment dat wij naar de bronnen kijken. Nee. Dat is niet onze taak. Nee, dat ben ik het weer. Nou, okay. Ja. Dus het is... Ik ben het met u eens, maar ik vind dat we... Wie heeft nou hier die vonnissen gelezen? Er ligt zo'n stapel vonnissen. Dat is echt voor iedereen hier. En ik ben een beetje beducht dat we daar allemaal langs gaan. En dat is niet mijn tekst. Dat is tekst van rechters die daar jaren en jaren hebben gelezen en over na hebben gedacht. En u bent... Met alle respect, een week. Nee, maar ik bedoel, laat het meenemen. Ja. Dank voor vrij. Ja. Nou, Lisbeth, mag ik één vraag stellen? Ja. Want dit is volgens mij, wat jij net zei, is heel essentieel. Je zegt, de Nederlandse rechtbank oordeelt dit alsof het onder het burgerlijk wetboek. Dus als de gebeurtenissen vonden plaats in een Nederlandse juridische context. Ja. En dat is natuurlijk net problematisch. Want op het moment dat je als historici zegt, wij accepteren als beginpunt 17 augustus 1945, dan zou je dus je terminologie kunnen kiezen als zijnde oorlogsrecht, conventie van Genève, en dan krijgen diezelfde daden, weliswaar niet in strikt juridische zin, maar wel in een hypothetisch juridische zin, kan je ze anders benoemen.
Ja, maar je komt in een probleem, want die regelgeving was niet van toepassing. Dus je komt in een volstrekt juridisch vacuüm. Nee, maar dat bedoel ik. Goed. En dus ook de beoordeling van hoe Nederlandse instituten hebben gereageerd op allerlei handelingen van militairen. Hebben ze hun verantwoordelijkheid genomen? Zijn er vervolgingen geweest? Dat is allemaal op basis van de aanname maar dat het Nederlands rechtssysteem gold. Oké, maar dat was volgens mij wat Remco probeerde te zeggen. Dat wij dus als historici niet die beperking, die beperkte juridische visie die gebaseerd is op de aanname dat Indonesië deel uitmaakte van het juridisch domein, zeg maar. Nee, maar jullie onderzoeken handelingen van mensen die in die context hebben gereageerd en gehandeld binnen het juridische raamwerk waar zij mee te maken hadden. Als je dat weghaalt, dan heb je een enorm probleem. Want hoe kun je dat handelen beoordelen en kwalificeren als je het hele juridische raamwerk voor die mensen er niet meer is? Kun je daarop ingaan? Kun je met de normen van nu zeggen van oké, misschien is het juridisch niet. Ik ga niet dit over een hondje zeggen. Maar dit zien wij nu als oorlogsmisdaden. Of is dat een... Maar daarom zijn er dus misschien toch meerdere waarheden. Het ligt eraan met welke wetmatigheid je de zaak bekijkt. Besturen van militairen was het oorlogsmisdaad. Nou, ik wil even wijzen op parallellen met de situatie in Duitsland. De verwerking van het oorlogsverleden. Waren het ook juristen. Die in de jaren 60 ze hebben de misdaden tegen de menselijkheid boven tafel hebben gebracht en die de hele historische discussie hebben aangezwekeld. Dus ik voel wel een beetje met Remco mee, waarin zeg maar, historici en juristen in elkaars vaarwater de bal op een hoger niveau kunnen tillen. Maar je zegt nog eens de misdrijf tegen menselijkheid, die stonden in het statuut van Nuremberg. Dus ik snap niet, wat is het punt? Nou, het punt is dat juristen een belangrijke rol kunnen spelen, of die juridische benadering een belangrijke rol kunnen spelen in het historische debat. Ja. Maar dat doe je volgens mij al. Dus, ja. Kijk, wat wij in het onderzoek tegenkomen is dat er wel degelijk gesproken wordt over dusdanige acties die bijvoorbeeld vergeleken worden met de acties van de Duitsers, die wel degelijk als oorlogsmisdrijven werden benoemd. Dus dan zit je in een normatief stelsel waarin wel degelijk in die termen en in die associaties gedacht werd. Ja. En ik vind dat je dan als historicus de vrijheid moet nemen. Natuurlijk moet je er wel 10 keer bij nadenken voordat je zo'n woord gebruikt. Maar dat je wel die vrijheid moet nemen om niet alleen maar aan dat juridisch anker te hangen, maar wel degelijk te kijken naar de cultuur en het discours, als ik dat woord mag gebruiken, waarin die acties worden besproken. Ik heb een ander punt voor we dat wat het zo heet deze avond namelijk. Dus dat kunnen we niet overslaan. Ja. Nee, mag niet straks, echt. Ja, dat is, ja. Rekolonisatie of decolonisatie. Welk woord vindt u... dat alleen maar witte mensen het woord. Ja, we gaan echt. Ik wil dit punt en dan gaan we naar de zaal. En dan mogen u zoveel mogelijk mensen mogen reageren. En het maakt me helemaal niet uit natuurlijk wat voor kleur mensen hebben. Ja. Zullen we heel even rekolonisatie, decolonisatie, jullie? Ja, ik wil niet. Waar ga jij? Sorry, ik zag niet dat je ook iets wilt. Maar wij hebben de gesprekken met de conservatoren zijn we in Indonesië aangegaan in een denktank. En het lijkt me ontzettend waardevol om met de Indonesische historici in ieder geval in ons geval voor de Rijksmuseum tentoonstelling, tot een titel te komen waar we ons allebei senang bij voelen, om maar in het jargon te blijven. Dus ik zit daar, ja, ik ben daar wel, sta er zeker voor open om de recolonisistische kant op te denken. Ja. Remco? Ik vind het woord decolonisatie eufemistisch en neerlandocentrisch. Decolonisatie. Recolonisatie heb ik ook wel een beetje moeite mee, omdat het juridisch klopt het misschien wel. Juridisch. Heeft u er niks mee? Ik vind de term herbezetting eigenlijk veel helderder. Herbezetting, ja. Herbezetting, omdat het toch een terugkeer is... Of restauratie. Van het gezag, terwijl een... Het is natuurlijk duidelijk dat vanuit perspectief de facto en vanuit perspectief van de Indonesiërs... is het natuurlijk een recolonisatie, absoluut. Maar het is niet dat die termen inwisselbaar zijn. Je kan niet zeggen het is recolonisatie of decolonisatie. Het zijn allemaal maar halve waarheden. John Jans van Galen schreef gisteren in het Parool...
Rekolonisatie, dat is geschiedvervalsing als je dat woord gebruikt. Want Nederland, de intentie was van die kolonie af. Het was niet opnieuw. Ja, ja, met alle respect. Maar dat is een Nederlands legalistisch standpunt innemen. En dat is maar een hele klein gedeelte van de waarheid, waarvan we zelfs afvragen of het nou weer werkelijk heel erg serieus is. We gaan naar de zaal. Ja, iemand maar moet wel. Nou, weet je wat belangrijk is? Want nu wordt het weer gedaan of het allemaal legaal is. Want de rechter die praat over illegale en legale oorlog. Dan vraag ik me af, waar heb je het nou over? Wat heb je nou over? Wat heeft die rechter daarover? Illegale en legale oorlog. Vertel mij nou maar wat de legale oorlog is en wat de illegale oorlog is. Misschien iemand uit de zaal? Er staat in het dossier. Zo wordt het besproken. Ze denken gewoon nog steeds koloniaal. Zo simpel is dat. Zal ik daarop reageren? Ik verkondig hier niet een mening, maar ik heb leermiddelen geanalyseerd. En uit de analyse van die leermiddelen blijkt dat er nog steeds een koloniale visie is vanuit het Nederlandse onderwijs op dit verleden. En dat betekent, ik kan u drie voorbeelden geven. De Indonesische onafhankelijkheid en het streven daarna komt uit de lucht vallen en wordt nauwelijks in relatie gebracht tot de koloniale aanwezigheid van Nederland voor 1942. Een ander voorbeeld is dat er totaal geen aandacht is voor de politieke en militaire besluitvormingsprocessen. Dus er komen zogenaamde politionele acties. Hè. Die term is intussen wel zo omstreden dat die wordt, ook in de leermiddelen wordt bekritiseerd. Maar wie daarvoor verantwoordelijk was en hoe die politieke besluitvormingsprocessen zijn verlopen, daar wordt in het Nederlands onderwijs geen aandacht aan besteed. Dus dat zijn twee voorbeelden wat mij betreft die ik heb aangetroffen in de analyse van hedendaagse leermiddelen die aangeven dat er nog steeds een laten we het voorzichtig zeggen, eenzijdige visie op het verleden is. Ik heb hier een vraag of reactie. Ook uw naam graag even. Mijn naam is Mertens. Ik hoor net de terminologie van heer Raben over verkrantheid. Dekolonisatie, recolonisatie, een kolonie, als je het woordenboek kijkt, is het namelijk een nederzetting, een handelspost in den vreemde, zoals het staat. Was Indië een kolonie? Indië was gewoon een bezet gebied. Honderden jaren lang. Het laatste 100 jaar is het helemaal vervolmaakt. Dus wat praten we nou over? Wij blijven nog steeds met het eufemisme decolonisatie en recolonisatie. Het is bezetting en herbezetting. Dat zijn de woorden die we moeten gebruiken. Dank u wel. Ik denk dat het een het andere helemaal niet uitsluit. Ik denk dat het allebei is. Dus wil ik niet in een debat over koloniën gaan, want dat is nou niet mijn specialisatie, maar bezetting net wel. En volgens mij is het, kan het een het ander kan het goed samengaan. Ik denk wat bezetting mist, is toch het discriminatoire superioriteitsaspect wat me toch in kolonialisme wel meenemen. En dus het zelfbeschikkingsrecht zit wat meer verweven in het koloniale begrip dan het bezetting, wat toch eigenlijk meer in een militaire hoek wordt gezien voor ja, exploitatiedoeleinden, puur militaire aanwezigheid en verder eigenlijk geen laten we zeggen, inhoudelijk bestuurlijke ambities. Ja, ja. Was Nederland ook een kolonie van Duitsland, is de vervolgvraag. Nou, ze heb ik het nooit bekeken. Ja. We gaan hier, we lopen een beetje uit omdat we later zijn begonnen. Dacht ik, ga ietsje later door, maar we hebben nog een paar minuten. U heeft Ik wou een kleine opmerking maken en dan heb ik een vraag aan jullie. Iedereen heeft het hier over rechters, alsof die goddelijk zijn en alsof die alwetend en al zijn. Maar de rechters in Nederland, die straffen niet-witte mensen langer en zwaarder dan dat ze witte mensen straffen voor dezelfde vergrijpen. Ze bestaan uit 3% uit niet-witte mensen. Dus ik vind niet dat die rechters autoriteit zouden moeten krijgen zomaar omdat jij, ik heb respect voor je, dat zegt. En, mijn vraag aan jullie is, heeft niemand van jullie bij de vraag of jullie hier aanwezig willen zijn nagedacht van, hey, alleen maar witte mensen op het podium. En ik ben nou voor een hele groep aan het praten over dingen die ons eigenlijk niet raken. Behalve dan dat jullie aan de goede kant of aan de gelukkige kant van de geschiedenis stonden. Niet aan de goede, never, nooit, niet. Maar.
Dankjewel. Ja, Remco? Ja, ben ik helemaal met je eens. Het was eigenlijk een opmerking die ik aan het begin wilde maken. En waar jij mij op aanspreekt is dat ik niet alert genoeg ben geweest... om dat te doen op het moment dat ik die uitnodiging aannam. Ja. En ik wil dat niet alleen maar op basis van kleur doen, hoewel ik dat ook wel belangrijk vind. Ik vind het feit... Ja, maar ik bevestig je alleen maar. Maar ik wil het nog even toevoegen. Waarom het belangrijk is dat er ook nog andere mensen hier zouden zitten... is namelijk dat het feit dat wij alleen maar als Nederlanders... en zeker als witte Nederlanders hier zitten... weer in een kringetje van terminologieën blijven praten. Terwijl op het moment dat er Indonesiërs hier zitten... het discours helemaal gaat veranderen... en dat je een venster krijgt op een heel ander soort van perspectief op die geschiedenis. En dat heel erg leerzaam en belangrijk is. Dank. Ik heb hier ook nog een vraag. En dit wordt wel de laatste vraag. Of reactie, uw naam. En... Ja, mijn naam is Patty Gomes. En ik wilde ook even wat zeggen. Mevrouw Gosseling maakte net een vergelijking met wat Jeffrey ze net zei. Ze zei 1581, 1648 hebben we ook die discussie gevoerd. Of tenminste voeren we een discussie wanneer is Nederland onafhankelijk geworden. Maar ik vind het gewoon een totaal verkeerde vergelijking. Want Nederland heeft toen niet met de overheerser gediscussieerd van wanneer de onafhankelijkheid is. Maar gewoon met elkaar als een soort van academische kwestie. En Jeffrey Pondaag zegt nu terecht van wij zeggen 1945 is de onafhankelijkheid. En wij gaan helemaal niet met jullie daarover discussiëren. Want wij hebben de onafhankelijkheid uitgeroepen. En dat hebben jullie maar te accepteren. Bovendien waren jullie al sinds 1942 niet meer in het spel. Want jullie waren verslagen. Dus dat is gewoon een herbezetting, herkolonisatie, herverovering. En het is misdadig, want het mag niet. Dat wilde ik alleen even zeggen. Goed, ik denk dat wij aan het einde van deze avond zijn. Ik wil eigenlijk een soort van slotwoord. Mevrouw, kan ik... Nee, nog. Hoe nu verder? Volgend jaar... Nou, hoe nu verder? Deze avond geeft aan hoe dit onderwerp leeft en hoe het het hart op de tong brengt. En wat ik heb gezegd aan het begin van de avond... als onderzoekers staan we in de samenleving en willen we al die stemmen horen... in Nederland, in Indonesië, waar we ook praten met mensen. We willen inderdaad al die perspectieven die echt botsen... soms keihard botsen, vanavond ook af en toe... die willen we zien, die willen we meekijken. En dat betekent niet, wat Remco Rabe terecht aangaf... dat betekent niet dat we onze zoektocht naar hoe de dingen zijn verlopen... feitelijk zijn verlopen, zonder die herinnering eraan... hoe de dingen feitelijk zijn verlopen, dat we dat proberen te reconstrueren. Maar wel... omdat namelijk die perspectieven, en dat is volgens mij essentieel... die verschillende perspectieven gaat niet opleveren dat we allemaal slachtoffers zijn. Nee, er zijn nog steeds verantwoordelijkheden. Er zijn nog steeds inderdaad daadwerkelijke slachtoffers. Maar je hebt die verschillende perspectieven nodig om te begrijpen... waarom mensen handelen zoals ze handelden. En het is dus niet alleen maar een kwestie van iedereen aan het woord laten... maar nee, het is door die perspectieven ga je pas begrijpen... wat er is gebeurd tussen 1945 en 1950. En dat is wat we in het onderzoeksproject uiteindelijk willen. We komen niet tot een waarheid van 100%, maar we komen wel tot een begrip van wat er gebeurd is... waardoor die perspectieven, waarom mensen zo hebben gehandeld... en wat uiteindelijk daarvan geworden is. Dat is het doel wat we stellen. En we willen inderdaad daarover met iedereen in gesprek gaan. En vanavond was het een goed ding. Het kolonialisme is een op geweld en op eigenbelang gebaseerd systeem. Dat heb ik in het begin gezegd.
Wat zeg? Welk geld? Ja, daar gaat dit vanavond toch niet over. Het gaat niet alleen maar over het geweld. Het is een onderzoek waar geweld een belangrijke rol in speelt. Maar wat gaat over de context en de situatie waarin dat proces heeft afgespeeld. Luister, dit ontkennen we toch niet? Ik bedoel, dit gaat mee... Nee, we negeren het helemaal niet. Nee, we negeren het helemaal niet. Maar jullie beginnen nu een hele nieuwe discussie. Dan gaan we het, dan gaan we het volgend jaar daarover hebben, ja? Oké, goed. Bedankt. En dank Martine Gosselink, Remco Raben, Mark van Berkel, Lisbeth Zegveld. Borrel is hiernaast nog tot 11 uur. Dank dat u er was.